Flevopolder. Dat is juist. Pretpark Bloemenland. Dat is juist. Nou, wat de meeste mensen weten van pretpark, of het beeld wat wij daar allemaal van hebben, mm-hmm. dat is vaak erg groot. Precies. Spectaculaire juist. Attracties. Zo niet bij Pretpark Bloemenland. Het is eigenlijk een heel bescheiden pretpark. Ja, het is, we hebben het expres heel klein gehouden. We hebben het expres heel intiem gehouden. En weinig toeters en bellen. En gewoon de essentie van wat een pretpark, een bloemenpark moet zijn, hebben wij geprobeerd vast te houden. Ja. En dat is wat ons betreft heel goed gelukt. Ja. Ja. Er staat een schommel. Er staat een schommeltje. Ja. Er staat een schommeltje. Daarachter is een klein stukje, zeg maar, gazon. Mm. En dan hebben we daarachter het bloemenperk. En daar staan viooltjes in. Daar staan wat asters in. Wat rozen. Er is een heg. Er is een klein grindpadje, zeg maar, wat de schommel verbindt met het bloemenperkje. Het park kan 15 mensen herbergen. 15, ja. Omdat het natuurlijk met zo'n betrekkelijk laag bezoekersaantal, om dat dan toch financieel haalbaar te maken, zijn de toegangsprijzen wat aan de hoge kant. Ja, dat is natuurlijk, het moet uit de lengte of de breedte. Daar kwamen we heel snel achter. En om een park als dit rendabel te houden, op deze schaal, moet je inderdaad de toegangsprijzen nogal opkrikken. Ja. Ja. Wat kost nu een toegangsbewijs voor zeg maar 2 uur in pretpark Bloemenpark? Het kost nu een 375 gulden per persoon. Hmm. En dat is natuurlijk, mensen zullen zeggen in eerste instantie, dat is aan de hoge kant. Daar staat dan tegenover dat je wel een unieke ervaring natuurlijk krijgt. Hè? En op een intieme, kleine, bescheiden wijze. Ja. Het is niet de grootste rijen staan voor het bloemenpark, voor het bloemenperkje. Nee. Maar, de grootste attractie natuurlijk bent u zelf in het bloemenpark. Ja, ja. Want u loopt eigenlijk zingend en fluitend door het bloemenpark. Precies. Als een nar. Als een nar, ja. Met zo'n hoed met belletjes eraan. Ja. Ja, en ik... De nar van het bloemenpark. De nar van het bloemenpark noem ik mezelf. En u maakt kleine gedichtjes en rijmpjes. Kleine gedichtjes. De kinderen, of de volwassenen... Wie maar wil. Kunnen u iets tegen u zeggen, een naam noemen of iets... Wat dan ook. En dan maakt u daar een gedichtje op. Ik maak er een gedichtje op, of ik vertel er een grapje over. Mm-hmm. Of ik maak een melodietje. Hè. Ik heb ook een gitaar bij me natuurlijk. Hoe gaat dat nou in zijn werk? Als ik bijvoorbeeld in het bloemenpark kom en ik zeg van... ik ben Joost. Nou, dan moet ik eerst even denken. En dan trek ik bijvoorbeeld een gek gezicht. Ja. Hè, om je een beetje in de stemming te krijgen. En ik rinkel zo met mijn melletjes. En dan ga ik nadenken over de naam Joost. Er zijn daar rijmwoorden op. Bijvoorbeeld, hè, proost. Nou Joost, welkom in Bloemenpark. Proost. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Je wilde vroeger eigenlijk altijd acteur worden. Mm. Ja, ik had een hele erge ambitie om aan het grote toneel te gaan. Ja. 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 Wat waren nou uw helden vroeger? Tom Lutz, een Ko van Dijk, een Han Bens van den Berg. Ja. Dat waren natuurlijk namen waar je ontzettend tegen opkeek. Ja. En als er iets op televisie was, wij hadden thuis geen televisie in die tijd, maar dan hield ik dat toch bij in de gids. En dan ging ik proberen bij vriendjes te kijken. Als de Ko van Dijk op televisie was, dat was voor mij een... U wilde ook naar de toneelschool, maar bent u niet toegelaten? Nee, ik ben toen op een 18e inderdaad van huis weggegaan. En ik heb mijn spulletjes bij elkaar gepakt. En ik heb gezegd, ik ga de wereld in en het grote toneel is van mij. En toen ben ik naar de toneelschool gegaan en daar hebben ze gezegd dat ik eigenlijk niet de uitstraling had om bij het grote toneel te kunnen. Was dat een klap? Ja, dat was een klap. Ja, dat is een ontzettende dreun. Want ik had me daar natuurlijk toch al sinds mijn 5e of 6e jaar, wat ik me herinner, op verheugd. Ik ken de hele rollen uit mijn hoofd. Ik waande mijzelf in mijn slaapkamertje. Ko van Dijk, Han Bens van den Berg, Ton Lutz. En om dan opeens na 1 auditie voor de toneelschool te horen te krijgen... dat ze eigenlijk vinden dat je er totaal niet geschikt voor bent. Dat komt hard aan. Ja, maar je hebt jezelf toch bij elkaar geraapt. Hard aan de weg gaan timmeren. Zo, je hebt dit stukje grond kunnen kopen. Ja, dat heb ik echt voor een leuke prijs kunnen kopen een paar jaar geleden. Ja. En toen dacht ik, nou... Waarom nou niet eigenlijk dat die toneelliefde van mij gecombineerd met een bescheiden park? Mm-hmm. Dat is toch de tijd, de trend. En binnen die trend heb ik dan weer iets nieuws. Het kleine, het bescheidene, 15 mensen. Wat hogere toegangsprijs, maar met mij als nar erbij. En dat is natuurlijk vreselijk leuk. Ja.
Ja. Het enige probleem bij het Bloemenpark is dat het moeilijk bereikbaar is. Hè? Nog wel. Het is nogal ver van de openbare wegen. Maar ja, ik hoop toch dat dat mensen niet tegenhoudt. Hè? Het is natuurlijk ook een hele mooie wandeling door het poldergebied. En nou, vanaf de bushalte net buiten Flevostad is het een kleine 3 kwartier lopen. Dus het moet toch uiteindelijk geen hinderpaal zijn, denk ik. Nou, ik wens je heel erg veel succes. Ja. Zowel met het park als met je eigen ontwikkeling als naar. Ja. En ik hoop je graag nog een keer te zien. Nou, dat hoop ik ook. Dank je wel. Zichzelf van het leven beroofd. Dat is meteen zo'n groot woord. Hè? Als jij vindt dat als iemand zich ophangt aan een stuk touw, aan de trap, als dat dan zichzelf van het leven beroven is, ja, dan hebben ze zich van het leven beroofd. Ja. U zou het anders willen noemen. Ja, kijk, een ongeluk zit natuurlijk in een klein hoekje. Hè? Dat weten we allemaal. Dat is niet voor niks een spreekwoord geworden. Ja. En ja, er gebeurt natuurlijk overal wel eens wat. Wordt er opeens heel dramatisch over gedaan. Nooit het idee gehad dat u misschien als vader, als opvoeder, gefaald heeft? Nee, maar dat hoor ik ook wel van me. Maar heb je niet idee dat je tekortgeschoten bent? Maar ja, kijk, ik heb mijn best gedaan. Ik heb alles gegeven wat ik in me had. Ik heb mijn best gedaan. Natuurlijk heb ik dingen gedaan waarvan ik achteraf zeg van ja. He, misschien had ik dat beter niet kunnen doen. Ja, want er is dus een dagboek gevonden. Er is een dagboek gevonden, ja. Van uw jongste zoon, die was... Ja, Michel. 9. 9, ja. En ja, daar staan toch dingen in... Mm-hmm. Waarbij je toch gaat denken van... Dat zijn toch dingen die misschien heel moeilijk zijn voor een kind van 9. U sprak hem continu aan met sukkel. Ja. Ja, vanaf zijn geboorte. Maar dat heb ik niet zozeer gedaan om hem pijn te doen, maar veel meer om hem kracht te geven, om hem sterk te maken. Om te harden. Voor de maatschappij waar hij natuurlijk uiteindelijk in terechtkomt. Ik heb hem altijd, voor sukkel heb ik hem uitgescholden. En hij moest altijd, moest die karweitjes doen, zoals ik dat dan noemde. Ja, en dat waren een beetje rare karweitjes, ja, waren dat, hè? Ja, wat is raar? Wat is raar? Kijk... Als jij vindt dat met een klein zacht borsteltje het sperma achter achter het randje van mijn eikel wegkrabt, als je dat een raar karweitje vindt, ja, dan is het een raar karweitje. Dan is het een raar karweitje. Maar u hebt niet het gevoel dat het misschien traumatisch geweest zou kunnen zijn voor sukkel, zoals u hem noemde. Ja, traumatisch. Dat is ook een beetje zo'n beladen begrip, traumatisch. Ik weet van mezelf dat ik mijn best gedaan heb. En ik heb de fouten die mijn vader heeft gemaakt, heb ik proberen niet te maken. Ik denk dat hij in vergelijking met mijn jeugd... Wat was dat voor een man, uw vader? Mijn vader was een hele krachtige, dominante, sterke man, waar ik wel heel erg tegen opkijk. Leeft hij nog? Hij leeft nog steeds, ja. Hij is nog wel in leven. En hij heeft het me heel erg moeilijk gemaakt. Hmm. Bent u daar zelf ook harder van geworden? Het heeft mij heel erg geholpen, denk ik. Ik laat me door heel weinig dingen raken. Het doet mij allemaal niet meer zoveel. Nee. Dat is eigenlijk vooral hoe hij mij de wereld in heeft gezet. Dat het me allemaal niet meer zoveel doet. En dat is natuurlijk heel prettig. Je praat er ook vrij luchtig over, moet ik zeggen. Terwijl het toch, ik kan me voorstellen dat het voor heel veel mensen afschuwelijk zou zijn. Nee, ja. Drie kinderen. Ja, maar dat heb ik denk ik heel erg te danken aan mijn vader. Ik denk, nou, als ik mijn vader niet had gehad... Dan was ik het nu verschrikkelijk gevonden natuurlijk. 3 kinderen die zich van het leven hebben beroofd. Het is natuurlijk een drama, eigenlijk. Eigenlijk, ja. Eigenlijk is het natuurlijk verschrikkelijk. Maar ja, het leven gaat door, hè? Het leven gaat door. Dat is inderdaad ook de titel van het liedje wat ik heb opgenomen. Een Nederlandstalig liedje over de zelfmoord van mijn kinderen. En misschien kunnen we daar een stukje... We kunnen daar misschien een stukje van laten horen. Het is nog, het verschijnt binnenkort op plaat. Mm-hmm. In de tekst wordt eigenlijk uit de doeken gedaan hoe ze zich van het leven hebben beroofd. Dat is op 3 verschillende manieren. De een heeft ze verdronken, de ander was met een scheerapparaat in bad. Ja, en de ander heeft ze dus opgehangen. Ja.
Hier komt hij.